Dominique Janssen, we staan in Duisburg. Het nieuwe seizoen is begonnen, Allianz Vrouwen Bundesliga. Eerste wedstrijd, meteen een derby voor jullie. Duisburg-Essen, hoe is het gelopen vandaag? We zijn wel goed aan de wedstrijd begonnen en hebben ook heel veel kansen gehad. Eerste helft, ik denk dat we misschien wel 5-1 voor hadden kunnen staan. Tweede helft vind ik dat we nog heel onrustig spelen. Terwijl we eigenlijk gewoon hartstikke goed voetbal kunnen spelen. En dan maak je het jezelf eigenlijk moeilijk. Je hebt wel weinig kansen tegen, of amper kansen tegen gehad. Volgens mij geen enkele kans tegen gehad. Maar dan nog, als je zelf dan gewoon in de eerste helft al 3 doelpunten zou maken, dan ga je de tweede helft ook al makkelijker in. En dan, dan win je eigenlijk veel gemakkelijker dan hoe je dat nu doet. Maar jullie hebben wel de 3 punten vandaag, hè? En dat is heel belangrijk, denk ik. Starten met een overwinning. Ja, dat is natuurlijk wel hartstikke goed dat we nou zo beginnen. En dit brengt wel, dit biedt wel perspectief voor de volgende wedstrijd en dit kunnen we wel meenemen. Ja. De volgende wedstrijd is al meteen een topwedstrijd, Turbine Potsdam, volgende zondag. Ja, dat wordt een lastige, maar we gaan in ieder geval voor dat we minimaal 1 punt pakken en hopelijk pakken we gewoon 3 punten. Ja. Je hebt in de zomer ook verder gespeeld, want jullie hadden Europees kampioenschap in Noorwegen. Dat is allemaal schitterend gelopen. Hoe kijk je daar nu op terug? Ja, dat is natuurlijk een hele mooie ervaring. En, daar leef je toch eigenlijk voor, daar laat je heel veel voor en dan word je uiteindelijk Europees kampioen, dus wordt al het harde werken beloond en dat smaakt natuurlijk wel naar meer en dat is denk ik het belangrijkste. Ja. Hoe voelt het aan, want jullie zijn de eerste ploeg die in Nederland een titel echt haalde met de nationale U19 in feite? Ja, dat is wel speciaal en het is vooral goed voor het vrouwen, voor meisjes en vrouwenvoetbal in Nederland, dat het gewoon dat meisjes zien dat we Europees kampioen worden en dat het gewoon hartstikke mooi is. En dat is gewoon heel belangrijk voor het vrouwenvoetbal in Nederland. Vivian Miedema speelt dit jaar ook in Duitsland. Je gaat daar wellicht tegenkomen. Wat heb je haar gezegd over het Duitse vrouwenvoetbal? Nou, ik heb gezegd dat het gewoon een hele leuke competitie is. En, we zien elkaar natuurlijk regelmatig bij het nationale team. En, ik kijk natuurlijk wel naar uit om tegen Vivian te spelen. En ik hoop gewoon dat we tegen hun punten kunnen pakken. Ja, het is gewoon leuk dat er nu ook een andere Nederlandse speelster ook in de Bundesliga speelt. En dan ook nog eindelijk een goede bekende. Ja. Je zegt daar ook al Nederland, het A-team. Jullie spelen begin september tegen Portugal. Dan gaan jullie naar Noorwegen. Dat is beslissend voor die tweede plaats misschien, of misschien nog voor de eerste. Voor het WK in Canada. Hoe kijk je daar naar uit? Ja, ik denk dat het wel lastig is om nog eerst te worden. Maar als we gewoon tegen Portugal winnen en tegen Noorwegen een punt pakken of ook winnen, dan is het volgens mij zo goed als zeker dat je play-offs speelt. En dan is het natuurlijk hartstikke lastig om die play-offs wedstrijden helemaal door te komen. Ja, ik heb er zich wel vertrouwen in en ik denk dat we met z'n allen gewoon vertrouwen moeten hebben en gewoon lekker moeten voetballen. En dan hopelijk kunnen we dan naar het WK toe in de zomer. Ja. Dat is dan wellicht een enorme droom voor jullie allemaal. Ja, dat zeker. Dat is ook nog nooit in het Nederlands vrouwenvoetbal ook nog nooit bereikt, dus dat zal wel heel mooi zijn. Ja. Oké, ik dank je, veel succes dit jaar. Ja, dankjewel. Dankjewel.